Welkom terug bij de WK-modus in FIFA 18 en vandaag gaan we het proberen met een absolute topfavoriet, namelijk Brazilië. Geweldig team natuurlijk met de grote ster Neymar, de man van 222 miljoen die net op tijd fit is voor het WK en de afgelopen dagen in vriendschappelijk interland al heeft laten zien dat hij geweldig in vorm is. Waarschijnlijk is het WK al begonnen als deze video online komt. Maar wanneer speelt Brazilië? Ik hoop dat deze nog online komt voordat Brazilië de eerste wedstrijd speelt. Ik ga proberen om het een beetje gelijktijdig te uploaden. Dat is mijn streven. Maar we kijken naar het team. En ja, echt op elke positie. Zelfs soms de tweede man. Op die positie, zoals de linksback positie, Marcelo 87. Dan heb je ook nog Felipe Luis, die is 84. Verdediging is geweldig, middenveld is geweldig. En de aanval is ook geweldig. Dus en natuurlijk goede keeper, dus zelfs twee goede keepers. Dus dit is absoluut een van de ploegen die, ja, waarvan toch wel verwacht wordt dat ze in ieder geval de halve finale gaan halen. En wie weet wat er dan gebeurt. Ik denk persoonlijk niet dat Brazilië 2K gaat winnen. Alhoewel, dat heb ik een paar weken geleden voorspeld. Maar als ik ze de laatste wedstrijden heb zien spelen. Vriendschappelijke interlands tegen, was het, Kroatië en Oostenrijk. Dan moet ik toch wel bekennen dat in mijn achterhoofd Brazilië de absolute topfavoriet is. Zeker omdat Neymar weer echt heeft laten zien hoe goed hij is. En natuurlijk ook met spelers als Coutinho, Firmino. Nou ja, alle verdedigers die ze hebben. Ja, is dit gewoon echt een geweldig team. Jesus natuurlijk ook een goede spits van Manchester City. En we beginnen de pool met een wedstrijd tegen Zwitserland. Nou ja, Brazilië heeft net geoefend tegen Oostenrijk. Dus wat dat betreft lijkt het misschien wel een beetje op elkaar. Maar hier wordt Neymar voor het eerst weggestuurd. Komt naar binnen. We gaan natuurlijk leuke trucjes zien bij Neymar. En kijk eens even wat een actie dit is. Wat een doelpunt van Neymar om de eerste goal te maken in dit toernooi. Voor Brazilië. En dit is wel echt een hele lekkere goal. Speelt hem eerst daar door de benen. En dan deze geweldige actie. Ik zou niet weten hoe die heet. Maar ja, dan schiet hij hem natuurlijk ook nog wel even lekker binnen. Wat een heerlijk doelpunt. Zeker de mooiste goal die ik tot nu toe heb gemaakt in deze WK-editie. En het is een Neymar. Je verwacht ook eigenlijk niet heel anders. Dan even later een vrije trap van Neymar. Die is ook heel aardig. Maar een goede redding. Of kwam die bal zelfs tegen de paal? In ieder geval, we zijn lekker op dreef. Hier met Jesus. Die er bijna de bal verliest. Alves. Paulinho. Balletje gaat goed rond. Paulinho. Coutinho. Heeft hij wat ruimte? Maakt wat ruimte voor zijn linker dan. En een aardige poging. Een goede redding van Sommer. Mijn eerste 20 minuten domineren we hier. In, ik weet niet eens precies waar we spelen. Is het Kaliningrad? Of Rostov? Ik zou het niet weten. Maar hier de volgende uitbraak. Via Jesus met een geweldige bal hier. Het was niet eens echt mijn bedoeling, maar wat een kans levert dat op. Poging van Neymar komt op de paal. Dan afstandsschot van Casemiro en die komt ook op de paal. En zo zien we ontzettend veel kansen in die eerste helft. Maar komen we niet verder dan 1-0, dat schitterende doelpunt van Neymar. Maar hier komt Zwitserland er dan doorheen via Rodriguez en die kopt hem zomaar binnen. Geweldige kopbal, dat moet gezegd worden. Alisson wordt erdoor verrast en... Zo is het 1-1. Ja, geven we eigenlijk heel weinig weg tot nu toe. Maar dit is wel een geweldige kopbal. Alisson probeert hem over te tikken. Maar komt er hier niet bij.
En zo kunnen we weer opnieuw beginnen. De linksback van AC Milan. Dan hier een vrije trap van Shaqiri. En Miranda. Met dat sterke lichaam. Speelt tegenwoordig bij Inter. En dan de uitbraak via invaller Firmino. Firmino 1 tegen 1 met de keeper. Firmino gaat zelf. Maar stuit dan op Sommer. En het is zelfs een doeltrap. Want hij krijgt hem weer terug tegen zijn linkervoet. En dat eindigde bij de tweede helft. Was toch echt een stuk minder. En zo is dit uiteindelijk toch een teleurstellend resultaat. 1-1 in de openingswedstrijd tegen Zwitserland. En ja, dat is teleurstellend. Maar we speelden wel een geweldige eerste helft. Dus daar moeten we ons dan maar even een beetje aan vasthouden. En dan gaan we door met een wedstrijd tegen Costa Rica. In het stadion van Zenit Sint-Petersburg. Costa Rica verloor de eerste wedstrijd. Niet heel verrassend. Ik denk niet dat Costa Rica door deze groep zou komen. Niet dat ze kansloos zijn, want 4 jaar geleden hebben we het gezien. Dat Costa Rica eerste werd in de pool met Uruguay, Engeland en Italië. De pool des doods. En uiteindelijk stuitte Costa Rica natuurlijk tegen Nederland. Absoluut de grote verrassing van dat toernooi. Alhoewel Nederland natuurlijk zelf ook een grote verrassing was. Dat ze zo ver konden komen en natuurlijk die overwinning op Spanje konden boeken. In de opstelling weinig wijzigingen. Sterker nog, exact dezelfde opstelling. Ja, zoals ik al zei, die eerste helft was gewoon geweldig. Dus als we dat weer tegen Costa Rica kunnen laten zien en dan hopelijk wat meer kunnen scoren, dan is er niks aan de hand. We kunnen ons veroorloven om een keer gelijk te spelen. Maar ja, dan moet je de andere wedstrijden wel winnen. Zo simpel is het. Weinig ruimte om fouten te maken. Dit is een goede actie van Paulinho. Begin van de wedstrijd. Vindt dan Jesus naar Coutinho. En dat is dan de eerste kans. Maar zoals ik al zei, deze kansen moeten er dus in. Coutinho stuit op Navas, keeper van Real Madrid. Die zo uitblonk in dat team van Costa Rica 4 jaar geleden. Vooral tegen Nederland toen een geweldige wedstrijd keepte. Hier Borges komt Costa Rica er dan doorheen. Nee, bal afgepakt door Neymar. Maar die is hem heel makkelijk kwijt aan Gamboa. Dan is dit een goede bal op Campbell. En staat daar Ruiz helemaal vrij. En is het 1-0 voor Costa Rica in de 39e minuut. En zo gaat het weer niet lekker. Brian Ruiz, oudspeler van FC Twente en PSV. Die hier de 1-0 maakt. Campbell. Ja, helemaal vrij staat hij ook. Maar ja, zo spelen we hier geen geweldige wedstrijd. Want wij hebben tot nu toe ook maar 1 echte kans gehad. En je zou toch veel meer verwachten van dit Brazilië. Maar ja, misschien is dit een wake-up call. En kunnen we terugkomen. Ja, als we hier verliezen, dan wordt het wel heel erg lastig om door te gaan. Niet onmogelijk, denk ik, maar wel heel erg lastig. Maar hier een goede actie van Jesus. En die maakt het ook af. En zo is dat wel een lekkere goal. Die hadden we nodig, direct vanaf de aftrap. En zo is het 1-1. Door de spits van Manchester City. Wordt hij gevonden, draait goed weg, krijgt de ruimte. Heeft de balcontrole en maakt het dan via de binnenkant van de paal af. En zo is dat een goede goal. En zoals ik al zei, deze hadden we echt even nodig. Een opsteker. Dan de aftrap van Costa Rica krijgen we ook nog even mee. Campbell
Daar is hij weer. Oudspeler, of speelt hij nog steeds bij Arsenal? En hier, Jesus. Die aardig wat snelheid heeft. Jesus, wat een schot op de lat. En ja, niet de eerste keer dit toernooi dat we de paal op de lat raken. Eerst werd het ook 2 of 3 keer. En hier, Paulinho dan. En deze zit er wel in. Nou ja, natuurlijk die eerste goal ging ook via de paal. Maar dit is dan alsnog de 2-1 goal van Paulinho. Assist voor Jesus, die erg levendig is. Nadat Costa Rica op voorsprong kwam. Geeft hem goed terug en knap geschoten. Verdediger doet eigenlijk niks. En Navas hier geklopt. En weer raakt die bal bijna de paal. Ik weet niet wat dat is. Ook in het vorige toernooi met Marokko veel de paal geraakt. Paal of lat. 2 keer tegen Portugal. 1 keer tegen Spanje volgens mij. Hier Jesus die goed uitkapt. Ook een goede redding van Navas. Maar ja, we hebben in ieder geval die voorsprong. Dit is goed verdedigd door Miranda. En dan de volgende uitbraak via Neymar. Neymar krijgt hem bij Firmino. Firmino gaat zelf. Firmino maakt hij toch af? Jawel, het is 3-1 en daarmee lijkt het gespeeld. 69e minuut goal van Roberto Firmino. Het schiet hem onberispelijk binnen tegen de keeper waarin hij natuurlijk ook in de Champions League finale tegenover stond. Toen scoorde hij niet. Was het Mané met de enige goal voor Liverpool. Maar hier scoort hij dus wel. En is het 3-1. Zo gaan we toch waarschijnlijk naar 4 punten uit 2 wedstrijden. Dus dan doen we het op zich gewoon prima. Laatste wedstrijd tegen Servië. Maar hier komt Costa Rica toch weer een beetje terug. 89e minuut. 3-2. Volgens mij is het de spits Ureña die daar scoort. Ja, wordt ook weer behoorlijk vrijgelaten. Paulinho dekt aan de verkeerde kant. Maar ja, misschien is dat ook niet eens Paulinho's schuld. Want Paulinho is geen verdediger. Het is Bolaños. Die het afmaakt. Maar we winnen in ieder geval wel. Al is het met aardig wat moeite. We hebben de 3 punten. En ja, misschien moeten we gewoon een beetje groeien in het toernooi. Alhoewel de eerste helft tegen Zwitserland gewoon heel goed was. Maar ja, maakt ook niet uit. We gaan door met de laatste wedstrijd tegen Spartak. Nee, niet tegen Spartak. In het stadion van Spartak. Moskou. Spelen we tegen Servië dus. Ploeg, ja, wat mij betreft moeilijk te voorspellen. Ze hebben wel een aantal goede spelers. Zoals Tadic en Matic. En in de verdediging ook gewoon solide. Kolarov, Ivanovic. Maximovic. Alles wat op iets eindigt natuurlijk. Alleen, ja, ze hebben niet zo'n goede keeper. De spits is een beetje twijfelachtig. Heeft wel een goed seizoen gehad bij Fulham. Maar ja, Fulham, tweede niveau van Engeland. Zijn wel gepromoveerd naar de Premier League. Maar ik heb het natuurlijk over Mitrovic. Ik kwam even niet op zijn naam. Maar, ja, en gewoon een aantal goede middenvelders. Wat mij opvalt is dat ze maar met 2 middenvelders spelen. Radoya en Matic. Terwijl ze echt veel goede middenvelders hebben. Natuurlijk ook die Milinkovic, Savic. Die ja, met allerlei grote topclubs in verband wordt gebracht. En honderden miljoenen aan transfergelden. Spelen van Lazio. Ik twijfelde even of hij Servisch was, want ik zag hem niet in de selectie. Maar hier komen we op 1-0. En dat is een prachtige goal van Paulinho. Al in de 4e minuut. Zo hebben we vandaag wel een droomstart.
Hier dus tegen Servië in de laatste groepswedstrijd. Jesus vindt Paulinho, die krult hem prachtig in de kruising. Heerlijk doelpunt van de middenvelder van Barcelona. En dit is de start die we wel konden gebruiken. Natuurlijk twee lastige wedstrijden gehad. Misschien een beetje onnodig lastig. Dan aftrap bij Servië. Ik ben benieuwd wat Servië nog terug kan doen. Hier via Ljajic. Ook een goede speler. Speelt volgens mij bij Fiorentina. Maar hier de kans en bijna de goal. Maar van de lijn gehaald door volgens mij Thiago Silva. Wat een kans was dat dan voor Servië. Hier zijn ze weer in de aanval. Goed gespeeld. Kolarov mee opgekomen. En die vindt Radoya. En die gaat beter naar de bal dan mijn keeper Alisson. En zo is het alweer 1-1 in de 18e minuut. Komt Servië op gelijke hoogte via Radoya dus. Sterk binnengekopt, dat moet gezegd worden. Het gevaar voor eigen leven. Maar ja, het is knap gedaan. Alisson kon er eigenlijk gewoon niks. Die hoek was ook lastig. Maar ja, had bijna de inzien misschien beter kunnen blijven staan. Maar ja, dat is makkelijk achteraf. En we proberen meteen weer in het ritme te komen. Hier ruimte voor Coutinho. Aardige poging. Maar de redding van volgens mij Stojkovic. Voor mijn gevoel is Stojkovic al 100 jaar de keeper van Servië. Hier dan Neymar, die we eigenlijk weinig hebben gezien in de afgelopen... Ja, in die vorige wedstrijd tegen Costa Rica. Maar dit doet hij goed. Jesus legt af op Casemiro. Casemiro! En dat is ook een heerlijke goal. Weer van afstand. Maar wat een doelpunt. Tweede assist ook van Jesus trouwens. Die hem natuurlijk gewoon lekker aflegt. En zo komen we op 2-1 nog voor de rust. Dus is dat een goed teken. Heerlijke uithaal van Casemiro. Geweldige streep. Die van Paulinho was natuurlijk veel meer geplaatst. Synchroon tackelen. Glijden van die Servische verdedigers daar. Misschien zijn ze daar dan beter in dan daadwerkelijk verdedigen. Maar ook deze wedstrijd dus moeizaam. Twee doelpunten, allebei van afstand. Maar hier Neymar, die wat ruimte heeft. Neymar probeert het ook. En overgetikt door de keeper. Maar zo stichten we genoeg gevaar, maar allemaal van afstand. Tweede helft dan. Neymar, daar is hij weer. Begint toch wat levendiger te worden. Neymar, dat ziet er goed uit. Voorzet is niet goed, maar komt toch bij Willian terecht. En Willian wordt neergelegd. En ja, dat is natuurlijk gewoon een penalty. Ivanovic, met al zijn ervaring, speelt volgens mij tegenwoordig bij Zenit, maar lange tijd bij Chelsea gespeeld. De Champions League met Chelsea gewonnen. Maar ja, gaat hij gewoon in de fout. Legt zijn oud teamgenoot daar neer. En dan kan Neymar het proberen van 11 meter. Het is Dimitrovic die de keeper is. Geen Stojkovic. En daar is de goal 3-1. Neymar met zijn tweede goal. Iets minder spectaculair dan zijn eerste. Maar ja, het is een goal. En dat is op dit moment belangrijk.
Want dat zet ons op 3-1. En dan wordt het natuurlijk wel lastig voor Servië om nog terug te komen. Dan wordt Mitrovic gezocht en die wint dat kopduel. Ontzettend sterk. Heel fysiek. En dan is daar de grote kans voor Servië. 20 minuten voor tijd. Maar het schot op de lat. Hier Costa die er goed tussen zit. Willian maakt dit af. Nee, wat een misser van Willian. Doet dat goed. De aanname is goed. En dan schiet hij hem gewoon naast. Enorme kans voor de rechtsbuiten van Chelsea dus. Doeltrap van Dimitrovic. Richting Nastasic, die duidelijk mee naar voren is gekomen. Verdedigen. Matic, goede paas. Maar ook goede ingreep van Marcelo. Maar dan wordt de bal heel slecht weggetrapt en is daar de kans voor Servië. Maar goede redding nu van Alisson. Die ook de fout in ging. En dan de countermogelijkheid. We houden de bal goed in de ploeg. Coutinho. Dit is goed gespeeld. Firmino doorgelopen. Firmino moet dit afmaken en dat doet hij. En zo is het 4-1. Zijn tweede goal in dit toernooi. Maakte de 3-1 tegen Costa Rica. Nu dus de 4-1 tegen Servië. En ja, prima doelpunt. Goeie 1-2 hier. Toch even de bal aangenomen. En dan is daar alle ruimte van de wereld voor Firmino. Die goed was doorgelopen. En zo is het 4-1. En is het nu wel definitief gedaan. Hier Firmino. Die de bal goed meegeeft aan Coutinho. Voormalige teamgenoten natuurlijk bij Liverpool. Paulinho dan. Paulinho houdt goed in. Paulinho, goede paas. En dit is wel een hele lekkere goal. Goal van Coutinho. Prachtig uitgespeeld. Dat zijn natuurlijk nu teamgenoten bij Barcelona. Paulinho kapt hier goed uit. En geeft dat paasje perfect op Coutinho. Geen buitenspel. En Coutinho maakt het ook heel beheerst af. Zo hebben we toch een aantal mooie doelpunten gezien. Vooral die eerste twee natuurlijk. De afstandsschoten, maar deze mag er ook zijn. Uiteindelijk opname dus van Coutinho. Dan nog een corner. Kort genomen. Coutinho verliest de bal, maar wint hem ook weer terug. En dit is een goede actie. Coutinho probeert het dan zelf. Snoeihard. En de redding van Dimitrovic, die daar erg blij bij kijkt. Maar ja, het staat toch echt 5-1 voor Brazilië. En zo boeken we hier uiteindelijk toch een grote uitslag. Al was het zeker niet makkelijk, zeker in de eerste helft. Ja, ging het gewoon gelijk op. Maar kijken wie er met ons meegaat. Ja, Servië stond op 6 punten, dus dat was best wel knap. Ze gaan ook wel door. Want Zwitserland, de nummer 3, staat slechts op 2 punten. En dan gaan we door met de volgende wedstrijd. De achtste finale. Voor de tweede keer pas dat ik de achtste finale haal. We spelen hier in Samara. Mooi stadion. En ja, tweede keer dus pas. We spelen tegen Zweden. En volgens mij spelen we daarna tegen de, tenminste als we doorgaan, tegen de winnaar van België en Colombia. Dus we kunnen België waarschijnlijk treffen in de kwartfinale. Ja, Brazilië-Zweden was ook ooit een WK-finale, geloof het of niet. In volgens mij, uit mijn hoofd, 1958. Zou ik denken, toen werd het WK ook in Zweden gehouden. En toen haalden ze dus ook het WK. En er is het legendarische verhaal hoe Brazilië aan hun tenues kwam.
Die zijn natuurlijk geel en blauw. Net zoals de tenues van Zweden. Daar zit een verhaal achter dat... ik weet niet meer exact hoe het ging. Maar er waren geen tenues. Of Brazilië had hun tenues vergeten. Of het matchte niet met de tegenstander of zoiets. En toen hebben ze de tenues van de Zweden geleend. En volgens mij hadden ze daar zoveel succes mee. En paste het gewoon goed. Dat ze daar eigenlijk nooit meer vanaf zijn gestapt. Ik weet niet meer het exacte verhaal. Maar dat is mijn superkorte globale samenvatting van het verhaal. Maar ja, we moeten het hier dus doen tegen Zweden. Niet de grootste tegenstander, maar ja. We komen hier wel bijna op 1-0. Het stiftje van Marcus Berg. Natuurlijk Zweden. Zowel Nederland als Italië technisch gezien uitgeschakeld. Nederland natuurlijk in de groep. Achter Zweden geëindigd. En Italië in de play-offs. Uitgeschakeld. Zeer verrassend door Zweden. En natuurlijk ook in dit toernooi door in de groepsfase met Duitsland en Mexico. Dus dat is ook niet onaardig. En ja, ook de tweede kans is voor Zweden het schot van Johansen. Het was inderdaad in 1958, die WK-finale. En toen werd het 5-2 voor Zweden. Terwijl hier bij de paal raken en dan de rebound is voor Neymar. En die schiet hem keihard binnen met links. Prachtig doelpunt. Toen in die WK-finale, inderdaad in Zweden, scoorde Pelé 2 keer. Hoe oud was hij toen? Toen was hij 18. Het was zijn eerste WK. Maar hier, ja, de misschien wel opvolger van Pelé, Neymar. Die het heel knap afmaakt. Eigenlijk onmogelijk goal. Geen idee hoe die bal erin gaat. Maar ja, toch een mooie goal. En zo hebben we die voorsprong te pakken. Maar hier komt weer Zweden. Maar wat een ingreep daar van Thiago Silva. Ja, dat verdient wel een herhaling. Geweldig. Berg lijkt hier langs. En dan steekt Silva zijn voet uit. En... kan hij die bal nog meenemen? Geweldige tackle. En even later valt daar ook een doelpunt uit. Coutinho scoort de 2-0. Het is weer via de paal, maar ja. Dat maakt er niet uit. Een kopstoot tegen de cornervlag. Die heb ik nog niet eerder gezien. Maar goede paas dit. En Coutinho in één keer knap geschoten. De bal draait weg van de keeper. En valt dan binnenkant paal binnen. Zo staan we op een comfortabele 2-0 voorsprong. En zijn we toch hard op weg om die kwartfinale te bereiken. Marcelo, goede corner. En daar binnengekopt door Thiago Silva. En zo lijkt na 42 minuten deze wedstrijd al beslist te zijn. Deze achtste finale tussen Brazilië en Zweden. Want daar vrij kopkans voor Thiago Silva. Nou ja, vrij heeft iemand in zijn rug. Maar daar staat hij dan wel voor. En Silva natuurlijk een goede kopper. En 3-0, dat zijn duidelijke cijfers. Hier een doeltrap. En daar zitten wij meteen weer tussen. Augusto aan de bal. Augusto, mooie actie. Komt er langs. Nog steeds aan de bal. Vindt Firmino door naar William. En dan is het 4-0. Goal van Neymar. Niet zijn moeilijkste. Geen idee waarom hij zijn hand omhoog doet. Alsof hij ooit voor Zweden gespeeld heeft ofzo. Maar... ach ja. Het is de 4-0. En zo hebben we weinig moeite met Zweden na die beginfase waarin Zweden er wel een paar keer uitkwam. En nu dus
een grote score op het scorebord. Dan wordt hier de bal ingeleverd. Begin van de tweede helft komt Ola Toivonen er doorheen. Die probeert het, maar de redding is van Alisson. Hier Marquinhos die de bal verovert. Vindt Willian. En Willian probeert het maar eens. Wat een schot. Maar die ketst af op de lat. Prachtige poging van Willian. Hier Firmino naar Neymar. Neymar 1 tegen 1 met Lustig. Daar moet hij wel langs zien te komen. Coutinho. Casemiro. We blijven aan de bal. Casemiro. Firmino. Goed paasje op Augusto. En Augusto komt nog bij die bal. Maar krijgt hem niet op doel. Probeert het een beetje in te glijden. De verdediger zit ook wel helemaal mis. En kans op de 5-0. Maar in de tweede helft zijn we duidelijk wat minder. Wat minder geneigd naar voren. Hier Coutinho. Die slordig balverlies leidt. En dan komt 2-3 doorheen via Marcus Berg. Maar Alisson kwam goed uit zijn doel. Gaat nu zelf op avontuur. Geeft de bal dan toch aan Marcelo. En zo komen we uit die situatie. Hier Sam Larsson, speler van Feyenoord natuurlijk. En die vindt Marcus Berg. De volgende kans voor Zweden. Zweden heeft echt wel een serieuze kans gehad in deze wedstrijd. Maar nog altijd geen doelpunt. Hier is Berg er weer langs. Heeft de snelheid. En Berg maakt het ook af. En zo krijgt Zweden dan toch. Ja, het doelpunt waar ze misschien ook wel recht op hebben. Het is de 4-1. Het is niets meer dan een eretreffer. Maar ja, toch voor Zweden beter dan een 4-0 nederlaag. Zou ik zomaar zeggen. Dus zo lijkt de uitslag best wel aardig op die WK-finale. Dus in 1958 toen het 5-2 werd. Vandaag dan 4-1. Tenminste, als er niks in de komende laatste minuten nog gaat gebeuren. En dat gebeurt dus niet. En zo gaan we door naar de kwartfinale. Eigenlijk heel weinig moeite met Zweden. Misschien de score niet helemaal zoals, zoals het spelbeeld was. Zweden was wel aardig. Maar ik denk Amtal toch wel verdiend door naar de volgende ronde. Natuurlijk tweede helft hoefden we ook weinig meer te doen. Na die 4-0 voorsprong. We zien dat België Colombia uitschakelt. Wat mij niet lukte toen ik met België speelde. Maar dat betekent dat in de kwartfinale hier in... waar zijn we? In Kazan. Dat we daar een grote wedstrijd tegen België hebben. Onze eerste echt zware tegenstander dit WK. Natuurlijk de groep was niet heel erg moeilijk. Met Zwitserland, Servië en Costa Rica. Maar België is natuurlijk wel echt een kanshebber op het WK. Dus daar moeten we wel langs zien te komen. Sowieso kunnen we natuurlijk niet verliezen. Dan lig je er meteen uit. Zo werkt het dan ook alweer. Dat hebben we met België ondervonden. Leuk dat je mee hebt gedaan. Maar je mag nu weer naar huis. Maar daar zien we een paar van de beste mannen. Natuurlijk zagen we even Mertens. Maar het gaat vooral natuurlijk om Hazard. En De Bruyne. En natuurlijk hebben wij ook dat soort spelers. Neymar, Coutinho. Zelfs Firmino vandaag volgens mij in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Jesus. Ja, het zijn denk ik ongeveer kwalitatief gezien gelijkwaardige spelers. Firmino misschien iets meer een meevoetballende speler. Maar hier is Willian al in de 7e minuut en is het al raak. En ja, had ook wel alle ruimte van de wereld en schuift hem dan langs Courtois. Niet de moeilijkste goal, denk ik, die hij ooit gemaakt heeft. Maar ja, moet toch wel even zijn teamgenoot voorbij. Kijk waar die
Belgische verdediging mee bezig is. Ze focussen zich allemaal op die nummer 5, is dat Casemiro, volgens mij. En ja, dit is niet de moeilijkste goal dus. Vroege voorsprong hier in Kazan. Het stadion waar het heel leuk is om te spelen als het daglicht is in dit spel. Dan heb je zo'n hele mooie lichtbalk in het midden van het veld. Maar hier is het 2-0 en kan je niks zien. 2-0 door Neymar al in de 12e minuut. En zo lijkt dit ook wel vrij makkelijk te gaan. Weer kijk hoe vrij die... Nou, dit is echt niet normaal hoe vrij die wordt gelaten. Dan reageert Vertonghen op zich nog best knap. Maar gaat de bal door zijn benen heen. En is het weer een doelpunt van Neymar. Natuurlijk de absolute ster van dit team. Oké, dat was een beetje raar. De Windows Media Player waar ik... Movie Player of zo, waar ik de video mee terug kijk. Die crashte. Dus, maar oké. Na een tijdje zijn we weer terug. Dat is me nog nooit gebeurd. Maar daar zagen we even een grote kans. En hier is het geen penalty op Lukaku. Maar Lukaku staat weer op. En dan schiet hij op de paal. Dan de rebound wordt uiteindelijk door Thiago Silva onderschept. Wat een geweldige... Of tegengehouden. Wat een geweldige kans voor België en uit de corner. Is, die gaat vrij simpel over. Maar dan een slechte uittrap van Alisson. Recht in de voeten van Hazard. En Hazard maakt het dan wel af. En zo is het 2-1. Ja, we zijn nog een beetje onder die indruk van die aparte gebeurtenis van net. En we staan behoorlijk te slapen achterin. En zo is het verdedigend tot nu toe geen hoogstand... Hoogstaande wedstrijd. Want mijn twee goals die leken verdedigend ook nergens op. En deze natuurlijk ook niet. Dus ja, een beetje een rare wedstrijd tot nu toe. Wel aardig wat doelpunten. Eerste half uur 2-1. Maar België dus weer enigszins terug in de wedstrijd. Hier Dani Alves. Die in het echt niet meegaat naar het WK. Vanwege een blessure. Die opliep. Casemiro vindt Firmino uiteindelijk. Naar Fernandinho. Willian. En een goede poging. Maar ook een hele goede redding van Courtois. Marquinhos wint hier. Vrij simpel het kopduel. Dan een goede bal van Willian op Firmino. Maar weer een redding van Courtois. Hij probeerde het ineens, Firmino. Maar dat was natuurlijk geen makkelijke poging. Meunier en Mertens hier. Maar we hebben de bal alweer terug. En zo blijven we maar druk uitoefenen. En Willian is gewoon veel sneller. Willian, maar hij schiet hem nu niet goed in. De bal gaat recht op de keeper af. En dit is dan een van de makkelijkere reddingen tot nu toe van Courtois. En dan komen de Belgen weer via Mertens. Door naar Meunier. Meunier legt goed af. En dit moet de 2-2 zijn. Maar Hazard met zijn verkeerde been krijgt hem er niet in. Leeg doel. Ja, de hoek is niet makkelijk voor je verkeerde been. Maar iemand van het kaliber Hazard zou dat toch wel moeten afmaken. Ja, als ik daar zou staan, had ik hem waarschijnlijk ook moeten afmaken. Dus Hazard helemaal. Maar dit is een geweldige paas op Mertens. En Mertens maakt dan na een uurtje spelen. Dus we zitten in de tweede helft. Maakt hij de 2-2. Uitstekende steekbal. En die snijdt weer door de verdediging. Ja, het is gewoon een hele goede bal. Marcelo staat... is hem gewoon kwijt.
En zo is dit waarschijnlijk de beste goal die tot nu toe gescoord is. Maar is het dus 2-2 met nog een half uur te gaan. Natuurlijk verlenging als het gelijk blijft. Maar dat proberen we te voorkomen natuurlijk ook met vermoeidheid. Wil je zeker niet te vaak verlengingen en of strafschoppen. En je wil natuurlijk gewoon winnen. Maar hier komt Hazard en Hazard heeft weer een enorme kans op het doelpunt. Weer zo'n steekbal. En de verdediging ziet er vandaag dus niet zo goed uit. België komt er makkelijk doorheen. Veel grote gaten. En ja, het lijkt erop dat we vaak te hoog staan. Te veel naar voren. En met die snelle spelers van België maken ze er makkelijk gebruik van. Maar wij proberen ongeveer hetzelfde. Hier Jesus in de ploeg gekomen vindt Renato Augusto. In de 83ste minuut. En die stond weer behoorlijk vrij. En glijdt hem hier goed in. Probeerde dit ook tegen Zweden. Maar dat was nogal een iets moeilijkere mogelijkheid. Maar dan gaat hij volgens mij door de benen van Courtois. Dat gaan we hier beter zien. Misschien nog niet deze herhaling. Ja, we zien het daar al. Door de benen. Hier gaan we het goed zien. Hoewel er net een speler voorkomt. Maar hij gaat door de benen van Courtois. En dus in de 83ste minuut komen we toch weer op voorsprong. Nadat we al na 12 minuten op 2-0 stonden. Dus ja, we hadden het wel een beetje uit handen gegeven. Maar komen nu dus weer terug op het goede moment, zeg maar. En hier Jesus dus in de ploeg gekomen. En die maakt het ook nog 4-2. Nu is de verdediging van België helemaal een gatenkaas. Natuurlijk ook wat mensen mee naar voren. En de frisse Jesus heeft hier geen kind aan. En maakt het goed af. Zo is dit toch de wedstrijd van de falende defensies, denk ik. Natuurlijk ook gewoon goede aanvallers die daar goed gebruik van maken. Alhoewel Hazard natuurlijk daar niet zo heel goed gebruik van maakte. Door twee enorme kansen te missen. Zo was dit al met al een gelijk opgaande wedstrijd. Waar wij uiteindelijk aan het langste eind trekken. Natuurlijk die 3-2 hielp heel erg. Waardoor België wat meer naar voren moest. Daar konden wij nog extra gebruik van maken. Dan gaan we naar de halve finale. Ik ben dus nog nooit... Nou ja, ik had de kwartfinale nog niet eens tot nu toe bereikt. Met een van de ploegen die ik heb gedaan. Maar nu zitten we dus zelfs in de halve finale. En we spelen een ploeg van... ons eigen continent, tenminste van dat van Brazilië, Zuid-Amerika. Ploeg die tweede werd in de kwalificatie achter Brazilië. Dus ja, zeker een ploeg waar ik persoonlijk ook wel wat van verwacht op het WK. We hebben ook niet zo'n moeilijke groep. Dus ja, misschien zit er een halve finale wel in voor Uruguay. En dan... kunnen ze zomaar tegen Brazilië terechtkomen. Ik vind de andere halve finale die op het programma staat hier wat minder geloofwaardig. Polen tegen Frankrijk. Aangezien Polen theoretisch thuis speelt in de simulatie. Hebben ze denk ik ook nog wel serieuze kans. Maar ja, we gaan het zien. Uruguay. Natuurlijk twee geweldige aanvallers. Maar ook... de rest van het team is behoorlijk goed. Natuurlijk in de verdediging de mannen van van Atletico Madrid. Ook een redelijk jong middenveld. Met een paar leuke spelers. Maar ja, wij zouden deze wedstrijd op papier natuurlijk gewoon moeten winnen. En Neymar probeert daar het eerste probleem voor Uruguay te veroorzaken. Maar stuit op keeper Muslera, die ook al jaren meegaat. Hier Pereira vindt Cavani. En dan is daar de kans voor Uruguay. Ja, redding van Alisson. Geen buitenspel hier.
Ja, het is een dramatische poging eigenlijk. Als je zo 1 tegen 1 met de keeper staat. Hij probeert het ineens. Misschien probeert hij Alisson te verrassen. Maar dat mislukt. Dan zijn wij weer in de aanval via Casemiro. Door naar Firmino. Die weer in de basis staat. En door naar Augusto. En Augusto maakt het af. In de 23e minuut. En zo scoort Augusto toch weer een belangrijke goal. Misschien een man die je niet helemaal zou verwachten in de selectie van Brazilië. In ieder geval niet in de basis. Ik zou niet eens weten waar hij speelt. Speelt hij in China volgens mij? Ik zal het even opzoeken. Maar zeker een goede voetballer. En ook wel een man die een neusje voor de goal heeft. Zo gezegd. Natuurlijk een middenvelder. En hier Coutinho die Casemiro vindt. Casemiro en die bal schampt de paal. Mooie poging. Ja, speelt tegenwoordig in Beijing. Bij Beijing Guoan. Zoiets. Chuan. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Hij heeft lang bij Leverkusen gespeeld. Ja, hij is 30 jaar. Pas 28 interlands. Maar ja, een goede voetballer. 28 interlands en. Nou, ik dacht dat ik zag 11 goals. Maar dat zou best wel veel zijn voor een middenvelder, natuurlijk. Maar het zijn er 5. Natuurlijk nog steeds aardig. Maar ja, dit toernooi laat hij zich zien. Heeft een basisplaats veroverd. Want ik heb genoeg andere opties daar. Maar hier Uruguay met een geweldige aanval, zeg. En Cavani maakt het ook af. Wat een schitterende goal is dit van Uruguay. Op slag van rust. 45e minuut. Kijk eens hoe dat balletje rondgaat. Prachtige 1-2 daar ook. En Cavani, ja, die kan je wel vertrouwen in dit soort situaties. Geweldige spits. En een geweldig afmaker vooral. Natuurlijk die andere die ernaast staat is ook niet verkeerd. Luis Suarez. Als hij maar geen gekke dingen doet. Dat zal het een beetje twijfelachtig bij hem. Maar hier komen ze nog een keer met Lodeiro. Die volgens mij ook niet naar het WK gaat. Maar Lodeiro heeft wel een goede actie in huis. En wat een kans hier voor volgens mij Suarez. Probeert het ineens. En dan staat er net iemand voor. Dat is, ja, daar hebben we mazzel mee. Tweede helft dan. Dit is goed uitgespeeld. Het is het begin van de tweede helft. En ik wilde zeggen Firmino, maar het is Coutinho die aan het einde staat van deze aanval. Ja, we hadden het dus behoorlijk lastig vlak voor rust. Maar we komen goed uit de kleedkamer hier. Willian, en dit is een goed paasje in één keer. En ook Coutinho die het in één keer afmaakt. Dat is goed gedaan. Zo, komen we voor de tweede keer op een voorsprong. Coutinho ook, ja, geweldig speler natuurlijk. Nu bij Barcelona. Hier Suarez. En Suarez heeft een geweldige bal op. Nee, dat was Suarez. Waarom stond er dan al Suarez? Dat was heel raar. Maar ja, Suarez krijgt een grote kans. Maar mist. En hier de kopbal. En Alisson reageert daar behoorlijk knap op. Marcelo leek niks in de gaten te hebben. Maar hier een uitbraak. We zitten tegen het einde van de wedstrijd. Willian moet dit afmaken. En dat doet hij. 3-1. Willian maakte de eerste tegen België in de vorige ronde. Scoort nu de derde tegen Uruguay. Ja, je zag dat Uruguay wat meer naar voren stond. En daar maken we met de snelheid van onder meer natuurlijk Willian, maar ook Coutinho, Neymar. Maken we daar goed gebruik van. Assist is van Neymar.
En William doet het weer goed. Eigenlijk een vergelijkbare goal als tegen België. En Uruguay, gaan ze dan nog wat forceren? Je ziet wel dat ze meteen naar voren gaan. Godin staat daar diep op onze helft. En daar is de goal. En dan valt hij ook meteen. Het is Luis Suarez, nu wel. Ja, gewoon die bal erin pompen. En dan met zulke spitsen en natuurlijk ook Godin die mee naar voren is. Kan het zomaar goed vallen. En dat gebeurt hier. Dani Alves afgetroefd. En ja, het is geweldig binnengekopt door die superspits van Barcelona. Oudspeler natuurlijk van Ajax en FC Groningen. Maar ja, dat is inmiddels wel weer een tijd geleden. Hier Paulinho. Terwijl mijn mediaplayer weer aan gaat doen. Oh nee, dit is niet mijn mediaplayer denk ik. Dit is gewoon de daadwerkelijke beelden die niet zo goed zijn. Ik heb de laatste tijd wat problemen met mijn opnameapparatuur. Nou, ik denk eigenlijk meer dat het mijn HDMI-kabel is. Die misschien aan vervanging toe is. Maar daardoor zien we misschien wat stotterende beelden. Maar dit is wel lekker uitgespeeld. En zo diep, diep, diep in de blessuretijd. 95e minuut. Wedstrijd had al lang afgelopen moeten zijn. Is het Douglas Costa die dan toch de absolute beslissing brengt. Ja, tenzij de scheidsrechter de wedstrijd nog een half uur laat doorgaan. Maar dit is een heerlijk hakje. En dan is dit een koud kunstje voor Douglas Costa. En is het 4-2. En zo hebben we dezelfde uitslag op het scorebord als de kwartfinale tegen België. En ook tegen Zweden scoorden we natuurlijk 4 keer. En daarvoor scoorden we tegen Servië 5 keer. Dus we zijn behoorlijk op dreef. Vooral voorin. Achterin kan het misschien wat beter. Alhoewel het in deze wedstrijd al een stuk beter was dan tegen België. Maar we zien wel dat Cavani en Suarez tot een doelpunt kwamen. Wat is dan de anderhalve finale geworden? Frankrijk. Oh, Frankrijk speelde thuis in de simulatie en wint van Polen. Al is het met moeite 2-1. En Polen versloeg verrassend Uruguay met volgens mij ook 2-1 of 1-0. Ik weet niet meer. En zo wordt Polen derde dit toernooi. Dat is dan wel de grote verrassing. Maar hier gaan we kijken naar de finale. En volgens mij had ik in de finale ook wat problemen met de opname. Dus ik hoop dat dat meevalt. We zagen het net al eventjes. Maar ja, dat is waar ik achteraf niks meer aan kan doen. Dus we moeten het er maar mee doen. Maar we zijn in de finale. En ik denk dat dit wel een, tenminste voor mij, is dit de droomfinale Brazilië tegen Frankrijk. Ik denk dat dit de twee absolute favorieten zijn om het toernooi te winnen. En ja, als ze in de finale zouden staan, zou dat natuurlijk geweldig zijn. Natuurlijk heb je ook Duitsland, Spanje, België misschien. Maar als ik echt twee favorieten uit moet kiezen, dan zijn dat deze twee. En alhoewel ik heb gezegd dat Spanje het WK gaat winnen, dus. Maar dat is een soort van mijn outsider. Terwijl ze ook wel weer favoriet zijn. Maar ik denk dat niet heel veel mensen verwachten dat Spanje kampioen wordt. Dus vandaar is het ook een beetje een outsider. Maar ik dacht dat Spanje kampioen zou worden. Maar vandaag, tenminste terwijl ik dit opneem, kwam naar buiten dat de coach van Spanje is ontslagen. Omdat hij naar Real Madrid gaat. En dit gebeurt dus 1 dag voordat het WK begint. Het is echt bizar. Te bizar voor woorden. Dus ja,
Het is afwachten hoe dat invloed gaat hebben op het team. Spanje speelt al een enorme wedstrijd natuurlijk tegen Portugal. Voor mij over 2 dagen, dan is deze video waarschijnlijk nog niet online. Maar ja, het is een bizar verhaal. Maar ik ben echt benieuwd hoe dat gaat aflopen. Het lijkt me niet al te erg voor het Spaanse team, maar het is toch altijd raar als zoiets gebeurt. Maar terug naar de finale waar wij mee bezig zijn. Tot nu toe gebeurt er weinig sprankelends. Een aardige poging van Willian. En daarvoor werd Neymar neergelegd. En ik dacht echt op dat moment dat het een penalty was. En ik denk dat het ook eigenlijk wel een penalty was. Maar niet gegeven. En dan komt Frankrijk op voorsprong via Mbappé. Een van de sterren natuurlijk van de Franse ploeg. Wat was het voor 100, was het 160 miljoen of zo naar Paris Saint-Germain is vertrokken vorig seizoen. Alhoewel dat geld volgens mij nu pas wordt overgemaakt of zoiets. Altijd raar gedoe met dat financial fair play. Maar hij laat zeker zien dat hij een superster in wording is, misschien zelfs al is met zijn 19 jaar. En ik ben zeker heel benieuwd hoe die dit toernooi gaat doen. Maar hier is hij weer, Mbappé. Door naar Dembele. En Dembele geeft door aan Matuidi. Ja, dat is dan niet zo'n afmaker. Op zich wel verrast, omdat hij met aanvoerdersband hier in de finale start. Verwacht hem niet als basisspeler op het WK, maar ja, misschien als iemand wegvalt of als Pogba zich niet goed gedraagt of hij maakt een rare fout, dan kan ik me wel voorstellen dat Matuidi toch wat meer zekerheid in de ploeg brengt. Maar hier een kans voor die andere superster van Frankrijk, Antoine Griezmann. Tenminste, was het Griezmann? Ik denk het wel. Een beetje moeilijk te zien zo. Redding van Alisson, maar zo is Frankrijk de betere tot nu toe in de finale. En we zitten al in het laatste kwartier. Er gebeurt dus erg weinig. Maar hier via Costa. En Costa wordt neergelegd, maar dit is geen penalty. Dat zag ik wel meteen. Maar ik dacht toch, ja, ik had misschien eerst wel penalty moeten krijgen. Kijk eens wat een kans voor Neymar. En zo beginnen we aan de deur te kloppen. Maar is er ook heel weinig tijd over. Kanté, slechte paas. Maar verovert de bal, dat doet hij dan goed. Dembele, Giroud, Martial. Wat doet hij met de bal? En vindt Giroud en een grote kans voor Alisson. Natuurlijk, Martial zit ook niet bij de Franse selectie voor het WK. Samen met andere grote namen zoals Lacazette. En ja, Rabiot vind ik dan wat minder groot. Benzema natuurlijk er niet bij. Is wel opvallend. Hier dacht ik gisteren aan dat beide doelpuntenmakers van Real Madrid in de Champions League finale niet naar het WK gaan. Benzema en Bale. Bale heeft zich natuurlijk gewoon niet gekwalificeerd. En Benzema is niet opgeroepen. Maar hier, Coutinho. In de 88ste minuut maakt hij er 1-1 van. Eigenlijk gewoon een solo-actie. En dit is wel een moment om het te doen. 2 minuten voor tijd. In de finale. Krijgt hij de bal. Er is een opening. Verdediging stapt verkeerd. En dan ja, is dit nog wel heel lastig. Met twee verdedigers die inkomen. Umtiti en volgens mij Koscielny. Volgens mij gaat Koscielny ook niet naar het WK. Maar Coutinho maakt het hier af. Prima doelpunt van hem. En natuurlijk super belangrijk. Maar het zit er nog niet op. Frankrijk gaat meteen op zoek naar de aanval. Maar we hebben de bal alweer terug. Jesus vindt Paulinho. Die loopt zich heel makkelijk vast. Sidibé.
Kanté. Griezmann. Zo gaat de bal rond bij de Fransen. Maar toch wel aardig naar voren. Goeie tackle, maar ze hebben de bal nog. Griezmann vindt Umtiti en Umtiti. En dan is het Matuidi toch? Net aanvoer. Nee, het is Pogba, die nummer 6. Ik dacht al, hij leek een beetje lang voor Matuidi. Maar ook apart dat Umtiti hiermee naar voren is. Frankrijk lijkt al uit de tech te staan. Die willen die finale kosten wat het kost beslissen. Willen absoluut geen verlenging spelen. En zo scoren ze hier in de blessuretijd. Ze dachten, als we al uit de tech spelen, dan valt hij of aan de ene kant of aan de andere kant. Dan hebben we in ieder geval geen verlenging. En dat wordt inderdaad wel heel lastig. Terwijl dit het moment is dat mijn opnameapparatuur begeeft. Maar we komen weer terug en we hebben de bal. Het is de 95ste minuut. Blessuretijd zit er al op. Maar dan wordt hier Jesus gevonden. En in de 96ste minuut, 2 minuten nadat de blessuretijd eigenlijk verstreken zou moeten zijn, is het daar Jesus die de 2-2 maakt. Wat een bizarre slotfase hier in het Luzhniki stadion. En het is niet eens de slotfase, want we krijgen alsnog verlenging. Ja, het gaatje ontstaat er. Het is een beetje een lucky pass, maar ja, het is alles of niet. Die bal moet dan goed vallen. En Jesus schiet hem wel heerlijk binnen. Droog en hard. En zo gaan we toch die verlenging krijgen. Wat een geweldige laatste minuten van de reguliere speeltijd. En wie had dit verwacht na die goal van Frankrijk, dat we nog een keer terug zouden komen. Maar eerst al die goal in de 88ste minuut van Coutinho. Toen 93ste minuut Pogba en 96ste minuut Jesus. Maar dit is het begin van de verlenging. In de 92ste minuut, ja, dat is technisch gezien, of is eerder dan dat wij de 2-2 maakten. Dat was in de 96ste minuut. Maar hier dus Neymar, die de ruimte heeft en het dan keurig afrondt. En zo komen we voor het eerst vandaag op voorsprong. En ik denk dat de Fransen er helemaal doorheen zitten. Die dachten eerst al dat ze het gehaald hadden. Toen kwamen we heel laat terug door die goal van Coutinho. En toen dachten ze met die goal in de blessuretijd zeker het gehaald te hebben. En toen ging het weer fout. En nu lijkt ze er helemaal doorheen te zitten. Want hier is Douglas Costa. Die moet het afmaken, maar doet dat niet goed. Te makkelijk voor Lloris. En dan is er misschien nog hoop voor de Fransen hier met Ousmane Dembele. Goeie tackle van Miranda, maar Dembele heeft de snelheid. En dan is dit geen 3-3. Wat een kans voor Lacazette. En we zien nu waarom Lacazette niet is opgeroepen. Ongelofelijke misser hier. En zo blijft het vooralsnog 3-2. Maar is dit toch ontbrand in een, als dit in het echt zou gebeuren, een legendarische finale. Daar leek het de eerste 80 minuten niet op. Maar ja, het kan allemaal gebeuren. Jesus, 1 tegen 1. Had hem natuurlijk moeten afleggen op Douglas Costa volgens mij. Gaat zelf. En schiet deze bal dan ook recht op Lloris. Nog 10 minuten te spelen ongeveer. Corner van Dani Alves naar Coutinho. Terug naar Alves. Alves met de poging. Een geplaatste bal. Het zou mooi zijn als hij de laatste goal zou maken. Jammer dat hij niet naar het WK gaat. Hier wordt Jesus dan toch nog een keer weggestuurd. Komt er mooi langs. Jesus moet het afmaken. Nee, in de korte hoek is daar weer Lloris. En zo blijft het bij 3-2. Dan alsnog, nee, weer Lloris. Een goede poging van Coutinho. Ja, we hebben dus zowel de kwartfinale als de halve finale met 4-2 gewonnen. En hier komen we toch ook al steeds heel dicht bij de 4-2. Maar het blijft bij 3-2.
We winnen dit WK. En eerlijk gezegd had ik daar in de... Nou, wat was het? Na die goal van de Fransen in de blessuretijd had ik daar geen enkele hoop meer op. Nou, misschien wel hoop, maar geen enkel geloof dat dat nog ging gebeuren. Maar die bal viel dus nog goed in die laatste aanval. De scheidsrechter vloog niet af. Dat hielp ook wel. Want hij had meteen na die goal kunnen affluiten van de Fransen. Maar dat gebeurde niet. En zo, ja, en in de verlenging leken de Fransen er gewoon mentaal doorheen te zitten. Misschien ook fysiek, want we dachten al dat ze helemaal geen verlenging wilden. Misschien wel omdat ze echt op hun tandvlees liepen. En dan misten ze ook nog een enorme kans met Lacazette. Maar daar heeft... Marcelo is dat. Ja, ik moest even denken. De trofee omhoog. En wordt het WK gewonnen door Brazilië. Mijn eerste succes in deze WK-editie. En ja, met een land als Brazilië is dat misschien ook niet heel verrassend. Maar ja, we begonnen toch wel matig aan het toernooi. Het voetbal was wel goed. Maar een gelijkspel tegen Zwitserland. Daarna kwamen we op achterstand tegen Costa Rica. Hadden we aardig wat moeite mee. En uiteindelijk begon het echt te lopen in die wedstrijd tegen Servië. Die we met 5-1 wonnen. Kwartfinale was, of de achtste finale was eigenlijk een vrij makkelijke wedstrijd. En natuurlijk de kwart en halve finale waren moeilijkere wedstrijden. Maar kwamen we goed doorheen. Ondanks wat fouten. Vooral achterin. Maar ja, we hebben ons bewezen. En ik denk dat we wel als een terechte winnaar hier kunnen terugkijken op dit WK. Natuurlijk perfecte revanche van het WK van 4 jaar geleden in eigen land. Toen het allemaal zo afschuwelijk fout ging in die halve finale tegen Duitsland. Topscorer wordt Cristiano Ronaldo. Volgens mij gelijk met Özil, als ik dat goed zag. Maar dat weet ik niet. Ik had niet heel veel tijd. Oh, en gelijk met Neymar en Isco. Dus dan eigenlijk natuurlijk verdient Neymar die prijs. Maar misschien Ronaldo omdat hij minder wedstrijden heeft gespeeld. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar dit was mijn playthrough met Brazilië. We winnen dus het WK met Brazilië in Rusland. En voor nu wil ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En de volgende keer gaan we weer een hele andere kant op. Een totaal ander land. Een land dat denk ik waar niet zo van verwacht wordt dat ze het WK gaan winnen. Überhaupt uit de groepsfase gaan komen. Maar ze hebben wel één hele grote troef. En ja, wie dat is of wat dat is, dat zou ook nog kunnen. Een of andere Houdini-truc. Maar dat zien we in de volgende aflevering. Maar voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.